Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. De politiek staat er niet best op. Nog maar een derde van de bevolking heeft vertrouwen in de landelijke politiek. Helma Lodders uit Zeewolde maakte bijna 11 jaar deel uit van de Tweede Kamer. Dit voorjaar nam ze afscheid. Mevrouw Lodders, als u ziet hoe het de afgelopen half jaar eraan toe gaat in Den Haag, hè, met een kabinetsformatie die maar aansleept, om de havenklap weer bewindslieden die aftreden, toch af en toe een wat ruzieachtige sfeer. Bent u blij dat u daar weg bent? Nou, ik kijk er niet met heel veel trots in de richting van het Haagse momenteel. Ik denk dan terecht de constatering. Mensen zijn vooral met elkaar bezig, met zichzelf bezig. En dat is niet goed. Dus ik snap heel goed dat mensen het vertrouwen in de politiek verliezen. Ja. Als we eventjes een paar elementen eruit pakken, hè, wil ik eerst even kijken naar het feit dat het toch een beetje af en toe een wereld is van lekken en spinnen en zo. Hè. Dat gaat van de borrels van informateur Remkes tot aan de Prinsjesdagstukken die je altijd stevast van tevoren uitlekken. Hetzelfde geldt voor nieuwe coronamaatregelen. U hebt daar natuurlijk ruim 10 jaar rondgelopen. Deed u daar nou zelf ook aan mee, aan proefballonnetjes? Kom je daar niet omheen? Nee, ik deed er zelf niet aan mee. Dus ik was niet een Kamerlid wat snel door journalisten gevraagd werd om alvast een tipje van de sluier op te lichten. Want daar heb je namelijk helemaal niets aan. En ik vind dat ook niet de goede weg. Als het gaat over besluiten nemen, dan doe je dat op basis van informatie, op basis van feiten. En dat doe je daar waar het thuis hoort. En dat is in de politieke arena. Daar heb je het met elkaar over. Maar goed, heel veel collega's doen het wel. Dus die zullen daar toch van denken dat dat handig is. Of dat je daarmee iets voor elkaar krijgt. Nou ja, wat handig is, is dat je misschien een klein beetje kan meten hoe het valt in de samenleving. Als je een politiek besluit wil nemen. Maar ik vind dat niet de correcte wijze. En ik ging altijd graag uit van het debat daar waar het thuis hoort. En ik zou willen en ik zou hopen dat dat iets is wat we in de komende jaren echt gaan verbeteren. Maar vindt u het schadelijk dat een methode is die vaak wordt toegepast? Proefballonnetjes en zo? Ja, ik vind het schadelijk. In die zin, we hebben het afgelopen week ook gezien. Hè? Dan worden er gesprekken gevoerd en dan de namen van de nieuwe informateurs liggen al op straat. En ja, dan vraag je als gebeurt oppositie... Gebeurt altijd, hè? Gebeurt altijd, maar dan vraag je als oppositie af, ja, wat doe ik nog in dat debat? Hè? Ik geloof dat als ik al was, moet ik tekenen bij het kruisje. En doe dat nou eens niet. Wacht daarmee en ga met elkaar het politieke debat aan. Dan neem je elkaar serieus. Ja, dat zijn dan nog zeg maar bewuste lekken. Het gebeurt ook wel eens onbewust. Dat hebben we natuurlijk afgelopen voorjaar gezien. Toen informateur Ollongren rondliep met haar aantekeningen van de kabinetsinformatie. En daar zagen we de functie elders van Pieter Omtzigt. Vervolgens werden notulen vrijgegeven uit de ministerraad, waar ook uw naam inviel. Mm-hmm. U was als Kamerlid te kritisch, te activistisch werd dat genoemd in de toeslagenaffaire. Ja, dan dat brengt me natuurlijk wel op de vraag, hoe onafhankelijk ben je eigenlijk als Kamerlid? Nou, ik heb mijzelf altijd als onafhankelijk Kamerlid ervaren. In die zin dat ik uiteraard heb je met elkaar een fractielijn. En je hebt als coalitie een coalitieakkoord waar je ook voor getekend hebt. Dus dat is wat je nastreeft. Tegelijkertijd heb ik altijd wel ervaren dat ik kon doen en kon zeggen wat ik wilde. Dus ik heb me nooit geremd gevoeld, en zeker niet op dat dossier. Ik heb dat ook al verschillende keren aangegeven. Dat is echt niet zo. Nee. Maar ik vond het wel treurig natuurlijk dat over je gezegd werd. Ja, want in die notulen wordt er eigenlijk ook de suggestie gewekt dat u door uw partijleider van de VVD, Mark Rutte, op het matje bent geroepen. Er staat met zoveel woorden: in de richting van mevrouw Lodders is reeds het belang van eenheid in de coalitie benadrukt. Nou, dan weet je het wel, terug in je hok. ja, toch? Nou ja, dat zou je eruit kunnen opmaken. Ik heb nooit met Mark over de wat het ging over de kinderopvangtoeslagaffaire. Ik heb met Mark Rutte nooit over de kinderopvangtoeslagaffaire gesproken. Ik ben wel eens met zijn politiek adviseur in gesprek geweest, omdat ik me daar ook zorgen over maakte. Maar ik ben eigenlijk nooit, althans ik heb het niet zo ervaren, laat ik het zo uitleggen, dat ik terug in mijn hok geduwd ben. Pieter Omtzigt zei dat ook onlangs nog bij BNR. Hè? Ja. Dat ging over u en hij zei, Helma Lodders is bewerkt om het er niet over te hebben dat het mis was met de toeslagenaffaire. Kijk, dat staat in de notulen, werd dat genoemd. Ik heb dat echt niet zo ervaren en dat is ook de reden waarom ik tot het laatste moment, maart dit jaar, gewoon ook door ben gegaan met kritische vragen stellen over dat onderwerp. Want het
het betreft heel veel mensen, schrijnende situatie. Nou, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. En als controleur, als Kamerlid, wil je de regering controleren. En moet je dus ook af en toe die vraag kunnen stellen. Maar goed, dit gaat over wat nu heel veel besproken wordt als oude bestuurscultuur, nieuwe bestuurscultuur. Hè? Moet je nou, ook als coalitiefracties, toch onafhankelijker je opstellen ten opzichte van een kabinet? Hè? Meer tegenmacht vormen. Ziet u daar de noodzaak toe? En denkt u dat het gaat gebeuren? Want we krijgen een voortzetting waarschijnlijk van de oude coalitie. Mm-hmm. Met de nieuwe bestuurscultuur. Ja, maar de nieuwe bestuurscultuur, dat is inmiddels zo'n beladen begrip geworden. En ik denk als je 150 Kamerleden vraagt, dat iedereen daar iets anders onder verstaat. Dus wat is die nieuwe bestuurscultuur? Ik heb hem de afgelopen maanden... Misschien minder maanden, proefballonnetjes? Of, ja, de afgelopen maanden in ieder geval niet gezien. Hè, waar mensen vooral met elkaar bezig zijn, over elkaar rollenbollend gaan. Dus dat is hem wat mij betreft niet. Ik vind als Kamerlid, en zo heb ik dat zelf ook ervaren de afgelopen 10 jaar... je wordt betaald om je werk te doen. En dat mag, dat is constructief. Mm-hmm. Maar dat mag ook op momenten dat je zorgen maakt kritisch zijn. En dat is wel wat mij is bijgebleven vanuit het hele notulen verhaal, als ik het zo mag duiden. Ja. Is dat er over je gesproken wordt, maar dat er dan vervolgens ook niet, en daar heb ik echt wel ook een aantal gesprekken na afloop over gevoerd, hè, dat er dan niet de moeite wordt genomen om eens even de telefoon te pakken. Van, goh, Helma, jij stelt van die kritische vragen. Wat is nou precies aan de hand? Kan je ons eens duiden waarom je de vraag op deze manier stelt? Ja. Dat is niet gebeurd. En ik mag oprecht hopen dat als er een nieuwe coalitie zit, dat de bewindspersonen van welke partij dan ook misschien iets minder collegiaal naar elkaar zijn. Door toch eens te zeggen van, hey, ik pak de telefoon en ik ga dat Kamerlid eens even vragen. Wat bedoel je nou precies? Ja, want u hebt dat dus nu achteraf aangekaart, zegt u. Ja. En wat krijgt u dan voor reactie? Ja, dat is een reactie in de zin van ja, had misschien wel zo gemoeten. Maar ja, er is een bewindspersoon die is met het dossier bezig. Dus je wil daar niet overheen. Ik zeg dat is te simpel. Als je aan stoort, dan moet je ook durven zeggen van hey, ik ga ook eens met dat Kamerlid praten. Is er eigenlijk een kansje dat u straks in dat nieuwe kabinet zit? Ik heb op dit moment een hartstikke drukke agenda. Heel erg naar mijn zin. Ik heb de politiek vaarwel gezegd. Maar is er een kansje? Nee, nou goed, dat is iets wat op dit moment absoluut niet aan de orde is. Ik heb altijd geleerd, daar moet je nooit ja of nee op zeggen. Ik solliciteer er in ieder geval niet naar. Goed, een element wat ook nog van belang is voor het imago van de politiek, dat is het overstappen van politici naar het lobbycircuit. Dat kwam in het nieuws met name door minister van Nieuwenhuizen, die overstapt naar een belangenorganisatie van grote energiebedrijven. Maar ook in dit verband werd uw naam weer genoemd, want u bent inmiddels voorzitter van Vee en Logistiek Nederland. En van een nieuwe belangenorganisatie voor online kansspelaanbieders. Snapt u eigenlijk dat ook dat het imago van de politiek schade toebrengt? Als je kijkt naar de berichtgeving, dan snap ik dat heel erg goed. En laat ik het vooral bij mezelf houden. Ik ben ruim 10 jaar Kamerlid geweest. Ik heb me met heel veel onderwerpen bezig mogen houden. En de laatste periode, de laatste ruim 4 jaar, met belastingen. En dan ga je met belastingen ga je eigenlijk over alles. Hè. Je gaat over woningbouw, je gaat over de mensen, je gaat over ondernemers. Je gaat over kansspelbelasting, maar je gaat ook over de agrarische sector. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je eigenlijk niets zou kunnen doen. En wat voor mij het allerbelangrijkste is dat als ik 's avonds thuis kom, dat ik mezelf in de spiegel kan kijken en denk van hey, ik heb mijn verleden niet gebruikt of misbruikt om mijn werk nu te doen. Ik ben inmiddels een half jaar weg. Dus op het moment dat mensen of de politiek of de Kamer zegt van ja, dat kan eigenlijk niet dat je naar een branche gaat waar je mee samengewerkt heb in je politieke carrière. U was bijvoorbeeld verwoord voor de landbouw en nu bij Vee en Logistiek Nederland. Ja, maar dan moet je ook echt zeggen van dan gaan we ook de regelingen voor Kamerleden optrekken. Ik zou dat onverstandig vinden. Ik vind dat mensen gewoon... Maar er is toch een goede wachtgeldregeling? Ik bedoel, je bent toch niet broodeloos als u nu deze functies niet mag vervullen? Nee, maar op het moment dat ik het eerste jaar eigenlijk niets mag doen waar ik in de Kamer in aanraking ben geweest, dan blijft er eigenlijk heel weinig over. Omdat je met zoveel onderwerpen bezig bent. Maar je hoeft niet per se lobbyist te worden. Nee, maar nou, lobbyist, ik ben belangenbehartiger. Dat betekent dat ik de belangen van een aantal bedrijven of sectoren behartig. Dat betekent dat ik in gesprek ga met de politiek, maar zeker ook met allerlei andere ondernemingen. En het feit op het moment dat je dat niet kan doen, ja, dan zit je thuis. En ik zou het wel belangrijk vinden dat mensen gewoon snel weer aan de slag kunnen. Maar je moet jezelf in de spiegel kunnen kijken. Ik moet alle telefoonnummers van ambtenaren vergaren. Dus ik heb ze niet automatisch in de telefoon staan. En dat is denk ik een verschil. Overigens geldt het ook omgekeerd. Hè? Dus de mensen vanuit NGO's die naar de politiek gaan. Daar zou je dan ook de vraag bij moeten stellen. Ik denk dat het wenselijk is dat we daar op een goede manier met elkaar mee omgaan. Helma Lodders, bedankt.
Dit was Over Flevoland gesproken. Graag tot volgend weekend.